We zijn blij dat u allen weer gekomen bent op deze vrijdagavond om het schip van IRC Merwede te water te laten. De procedure is als volgt. Onze eregast, mevrouw Danielle van Wiel, zal over enkele minuten het schip de Congo River te water laten. Momenteel worden de laatste stoppingen verwijderd. U hoort de ruimerslagen waarschijnlijk in de hal goed. Dan staat het schip volledig op zijn grote sleden en wordt alleen nog tegengehouden door de klink. Mevrouw van Wiel zal deze klink laten vallen door met een bijltje de lijn door te hakken, waarna niets het schip meer tegen zal houden. Nadat het schip te water gegleden is, zal Concordia het eerste couplet van de twee nationale volksliederen spelen. Dat zijn het Belgische en het Nederlandse. Misschien is het leuk om even wat te vertellen over dit schip, zodat u ook weet hoe groot het allemaal niet is. De hopperinhoud, of de lading van de Congo River, is 30.000 kubieke meter. En het heeft een laadcapaciteit van 46.000 ton. Het is de grootste sleepopbezuiger die in deze hal ooit te water gegaan is. De lengte is 168 meter en de breedte 38 meter. De snelheid van het schip staat straks 16,6 knoop bedragen. Het heeft 16 bodemdeuren en het is uitgerust met een totaal geïnstalleerd vermogen van rond 23.000 kilowatt. Ook zal het schip uitgerust zijn met een diameter van 1,30 meter. Ja, ik weet niet hoe snel het gaat. En dan merk ik de vorige keer van toevoegen moest je wel op dingen uitzagen. Dat is waar. Ja, oké, bedankt.